Ed heeft me altijd, en nog steeds wanneer ik hem spreek, met een enorme indruk gemaakt. Het is een volkomen onzelfzuchtige intelligentie. Een scherpe intelligentie, van een goed stel hersens. En zonder enige dwang naar ijdelheid of zichzelf op de voorgrond te stellen. Hij doet het gewoon en ik vind dat enorm sympathiek. En het is nogmaals zijn intelligentie en zijn integriteit en zijn musicaliteit die onbespreekbaar is. Dat is gewoon, dat maakt voor mij Ed Spanjaard een hele bijzondere man. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Gek genoeg is het optreden als mensen heel dichtbij zitten soms moeilijker. Bijvoorbeeld het piano spelen op een huisconcert vind ik veel enger, zeg maar, dan in een grote zaal. Ja. He, omdat je ziet gezichten van je schoonzus en je... Ja, die is heel lief, daar ben ik helemaal niet zenuwachtig voor, maar toch. Het is te concreet. Echt eind? Ja, helemaal. Dat is Jacques. En deze dag, dat zing ik nog mee, de laatste twee woorden. Ja, het wisselt heel erg, hoor. Okay. Zover ik begrijp, jij en Jacques Poel zingen echt en de rest van de band doet eigenlijk playback, hè? Ja, maar dat moet je denk ik niet voor de camera zeggen. Okay. Ja, iedereen speelt live. Okay, iedereen speelt en zingt live. Okay, wat denk jij nou? En ik vind het mooi als die figuur een klein beetje vloeibaar is. Niet te statisch, ja? Nee. Dus ik hoor de zanger goed, maar ik hoor helemaal geen beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, nee. Oh, hoe doen we ja, dat? Ja, daar gaat het van. Nou, ik tel... En ik sta in ieder geval bij de check, sta ik in de buurt. Op, heel fijn, om als doorgeefluik. Ja. Dit smaakt heerlijk, dit. Ja? Ik leef er al 20 jaar, ik eet er al 20 jaar van. Ja. Oortje uit te doen, ja. Oortje uit te doen. Jullie zijn meer gewend aan oortjes dan ik. Ja, dat is een paar werelden van verschil misschien. Hè. Dus, maar dat gaat goed komen. Nou. Maar jullie komen uit Noord-Limburg ja. En ik kom uit Noord-Holland. En, het is en, dus... en dat is juist eigenlijk hetzelfde. Is het zo? Ja. Dat is de vraag of dat matcht, hè? Nou, ze zeggen heel vaak mensen uit Noord-Limburg, dat zijn dezelfde als Noord-Hollanders. Nou, zie je wel. Ja, echt hoor. Echt hoor? Dat merken wij met live optredens. Echt hoor? Het volk reageert hetzelfde in Noord-Holland. Welk plaatsje precies komt u vandaan? Ik ben in Haarlem geboren. In Haarlem, oké. Een belangrijke stad. Ja, heel belangrijke stad, ja. Maar ik heb er echt veel zin in. Ik ook. Spat nou niet zo, mijn nette pak voor jou aangetrokken. Verdomme. Kun je niet even omdraaien, pak? Ja, dat is. Ja, waarom gaat de kraan nou uit als ik hem nodig heb? Zo zijn we niet getrouwd. Paula, ik geloof niet dat ik met een kookprogramma op de televisie kan. Nee, dat hoeft niet. Als de mier snel lacht en leert de pak, weer liggen in het graag. Oké, okay. Dus niet te zwoer. 1, 2, 3, 4.